Nou, nou, daar zijn we dan, midden op Sicilië. We hebben een hele dag gereden. Wij van man bij het hond over de grenzen. En dan zijn we eindelijk aangekomen hier in het hele mooie Gitari of zoiets. En het is ontzettend leuk en mooi. Zoals je hier ziet, hebben we hier een heel mooi ijsberg gesmeed. Deze kant op zouden komen, juist vanaf die kant, ja, vanaf die kant waarschijnlijk hier zo naar binnen zouden glippen. En dat kan natuurlijk niet gebeuren. Nee, dat weet ik. Dus vandaar dus dat ze dit in het middel hebben gesmeed. Nou, lopen we verder, dan zien we hier een vroeg plastic pijp. Iets later dan de vroege middeleeuwen. Ietsje later, niet zo heel veel later, ietsje later. En dan waren ze al heel snel hier in het Dale Herman. En nou, allemaal heel erg interessant. Erg interessant. Erg interessant. U overloopt ook van enthousiasme, hè? Ja, ik merk het dan nu. U raakt er niet over uitgepraat. Nee, ik ben helemaal vol. Ja. Helemaal vol. Ja, dat heb ik wel onder gratis, hè? Allemaal aan hele mooie steen. En hebben ze hier nou ook, hier in die steenpartij? Kijk uit, dat er niet in plat valt, vroeg middeleeuws putje. Midden? Zo? Ja, met een, een vervroegde plantenbak, zeg maar. Jezus, ja. Dat was het eerste ontwerp van een plantenbak. Jezelf of zo, ineens, en dan... Nee. Wat? Ja, nee, maar dat is dus inderdaad een heel mooi plantenbakje. Een beetje kweektuintje noemden ze het ook wel hier. Oké. Okay. Ja. Hey, maar die rotspartij, is dat dan waar ze die Tyrannosaurus Rex uitgewikt hebben hier? Waar? Nou, hier die Tyrannosaurus Rex, die hebben ze hier toch gevonden? Leefde die ook hier dan? Ja, die was hier ooit hoor. Ach. Ja, en daar was dit kasteel heel erg tegen bestand. En toen ging die keihard lopen, dat weet ik nog wel, heb ik gelezen een keer op Wikipedia. En dan ging ze keihard lopen, dan botsen die zo tegen. Botsen die zo tegenaan. Nou ja, kijk, om inderdaad toch te vluchten voor zo'n best wel groot beest, hadden ze daar een trap. Gingen daar de trap op en die leidde dan naar echt helemaal niks. Ja, dat is het. Mooi hè? Ja, ontzettend mooi. Dit is gewoon de cultuur die we hier hebben op. En dat ook weer Sicilië. Maar goed, als u zegt inderdaad met de Tyrannosaurus. Kijk, het zal ongetwijfeld, u zult het wel weten. Ja, dat weet ik nog wel. Terwijl ze mij toch wel eigenlijk wel de deskundige van het eiland. Had er nooit van gehoord nog? Maakt niet uit. Oké. Okay. Aan de andere kant ziet u daar vroeg middeleeuwse tenten. Jezus. En die zijn bewaard gebleven met hele leuke allemaal, stoeltjes. Ja. Daar loopt de jongvrouwen. Ja, toen hadden ze ook al van die soort, hoe noem je dat? Ja, bitjes meer, bitjes. Nou, de plaatselijke hoertjes. Oké. En gelijk ook jongvrouwen. Oh, misschien is ze wel jongvrouw, want ze gaat nu naar het kasteel. Ja, gaat ze open. Ja, ik denk het. Oh, je bent er wel in, joh. Kijk nou. Ja,